Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van de Roy Fotografie. We gaan het hebben over dronefotografie. Fotograferen met een drone is iets heel anders dan het fotograferen met een fotocamera. Het perspectief is compleet anders. Je kan hele andere type foto's gaan maken. Je kan foto's maken die je voorheen eigenlijk alleen vanuit een helikopter of een vliegtuigje kon maken. Al met al zijn er veel meer mogelijkheden nu als je een drone hebt. Ik neem je mee naar mijn scherm, zodat je een idee kan krijgen wat voor type foto's je kan maken en waaraan je moet denken wat betreft compositie als je met drones foto's gaat maken. Ik heb wat foto's erbij gezocht die gemaakt zijn met drones en die staan allemaal op de website van 500px waar ik nu zit. En dit geeft al zoveel inspiratie om met een drone te gaan vliegen en vergelijkbare foto's te gaan maken. Je gaat hier ongetwijfeld foto's tegenkomen waarvan je misschien afvraagt, mag dat wel? Mag je daar wel vliegen? Mag je daar wel foto's of dronevideo's maken? Je komt er genoeg tegen waar het niet toegestaan is. Laat ik dat als eerste duidelijk maken. En in een eerdere video die ik gemaakt heb, heb ik het gehad over waar je mag vliegen met een drone in Nederland, maar ook in het buitenland. Een aantal websites heb ik daar besproken die je daarvoor kunt gebruiken. Dus mocht je daar vragen bij hebben, bekijk die video even, zodat je daar ook iets meer te weten over komt. En wat ik het allerleukste vind van dronefotografie zijn dit soort type foto's. Echt recht naar beneden fotograferen zoals deze, ook deze en deze en deze. Dat geeft zo'n andere blik op de wereld en het zorgt voor een heel mooi resultaat. Dus de camera recht naar beneden en dan op zoek gaan naar mooie plaatjes. Heel vaak kom je ook misschien op een beetje een abstracte foto terecht, maar het geeft een hele bijzondere kijk op de wereld. Ook dit is natuurlijk heel leuk hier met die tennisvelden. Komt er heel mooi uit op deze manier. Dus dat is sowieso één van de manieren hoe je kunt gaan fotograferen. Camera recht naar beneden en dat dus vastleggen. En je gaat merken, het is niet heel makkelijk omdat je lang niet altijd een interessant beeld hebt als je de camera naar beneden richt. Maar dit geeft al genoeg inspiratie, denk ik. Je kan echt gebruik maken van het landschap. Je kan heel goed gebruik maken van, dit is ook heel erg leuk, boten. Herhalende patronen die zich dan die in de foto zichtbaar worden, dat geven we wel vaak de leuke plaatjes. Waar je verder rekening mee moet houden, als je met een drone gaat fotograferen en je gaat niet recht naar beneden fotograferen, maar een beetje schuin naar beneden of misschien vrij recht naar voren, is, ik ga heel even een goed voorbeeld erbij zoeken. Deze met die vuurtoren. Hoe de vuurtoren in het landschap geplaatst wordt, dat is iets waar je ontzettend veel controle over hebt als je met een drone gaat vliegen. Want het hangt simpelweg af van de hoogte waarop je vliegt. Nu zie je dat de vuurtoren deels tegen het landschap valt en alleen de bovenkant die is weergegeven met de lucht als achtergrond. Maar als je hoger zou gaan vliegen en je zou de vuurtoren gaan fotograferen, op een gegeven moment valt de hele vuurtoren in het landschap. Ga je lager vliegen, dan valt een groter gedeelte van de vuurtoren tegen de lucht. En daar kun je echt mee gaan spelen. En wat mooi is, is het is enerzijds heel erg persoonlijk, maar waar je ook heel erg rekening mee kan houden, en daar is in deze foto best goed naar gekeken, is hoe zijn de kleuren van het onderwerp, in dit geval de vuurtoren, ten opzichte van het landschap en ten opzichte van de lucht. Als je de hele vuurtoren tegen de lucht zou fotograferen, wat eigenlijk gebeurt als je gewoon op het land zou staan, dan heb je een lichte vuurtoren tegen een vrij lichte achtergrond. En dan komt die vuurtoren er natuurlijk veel minder goed uit. Nu, door het hogere standpunt, zorg je ervoor dat de vuurtoren, die heel licht is, met name tegen een donkere achtergrond zichtbaar is. En dat zorgt er dus voor dat het onderwerp veel beter naar voren komt. Dus dat is echt wel een dingetje met dronefotografie. Als je onderwerpen gaat fotograferen in een landschap, kijk heel goed hoe zo'n onderwerp eruit komt als je varieert van vlieghoogte.
Nou, verder, je ziet nog heel veel foto's die echt frontaal naar beneden gemaakt zijn. Het levert toch hele bijzondere plaatjes op. Maar ook dit soort landschapfoto's zijn natuurlijk de moeite waard. Dit is ontzettend leuk, omdat je komt nu met een drone, kan je op plaatsen komen waar je normaal gesproken als fotograaf niet kan komen. Dus als je ergens langs de kust bent en je gaat met een drone vliegen, ja, je kan een stukje boven zee gaan vliegen en vervolgens de camera van de drone op het land richten, waardoor je opeens de onderwerpen die je misschien normaal gesproken vanuit het land fotografeert vanaf dit standpunt, nu kan je bijvoorbeeld dit vuurtorentje opeens vanaf de andere kant fotograferen. Dus het geeft wat meer mogelijkheden. Hier zie je het ook gebeuren dat de kustlijn gefotografeerd is, doordat je de mogelijkheid had om vanuit een drone vanaf zee te kunnen fotograferen. Wat eerst eigenlijk alleen maar mogelijk was vanuit een vliegtuigje of vanuit een helikopter. Dus, mijn advies is, kijk eens goed naar deze foto's. Ga naar een fotocommunity toe. Typ drone in en je vindt genoeg van dit soort foto's terug. Hopelijk heeft het weer genoeg inspiratie gegeven om mooie foto's te maken. Hou ons YouTube kanaal in de gaten. Abonneer je ook op ons YouTube kanaal, zodat je een notificatie krijgt binnen YouTube zodra er weer een nieuwe video geüpload is. Bedankt voor het kijken naar deze video.